is zij? Ik ben Marjan Schaapman, 55 jaar, freelance communicatieadviseur en voorzitter van het platform Sport en Bewegen in Leusden. Mijn beide kinderen hebben allebei, denk ik, vanaf dat ze een jaar of 4 waren, gehockeyd. Toen ze klein waren, ben ik gewoon begonnen als rijouder. Toen als teammanager. En nou ja, zo ga je steeds een stapje verder. Eigenlijk tenminste ik wel, want ik vind het gewoon superleuk om dan daar net meer bij betrokken te zijn dan alleen de uitslagen te horen. Uiteindelijk heb ik voor de hockeyclub in Leusden communicatie gedaan en ik ben secretaris geweest. Wij zagen het eigenlijk gebeuren in Leusden. Leusden heeft wel 40 sportaanbieders, hartstikke veel voor zo'n klein dorp. Alleen wat we wel steeds merkten is dat we elkaar niet kenden. Ja, dat iedereen eigenlijk tegen dezelfde problematiek aanloopt en ondertussen zijn we allemaal het wiel opnieuw aan het uitvinden. Dus in die zin sloot het heel mooi aan dat dat sportakkoord toen kwam. Daar ben ik eigenlijk gewoon bij terechtgekomen omdat die sportformateurs die hadden sessies georganiseerd voor alle sportaanbieders. En vanuit de hockeyclub heb ik daarin deelgenomen. Toen de sportformateur ontdekte dat ik in de communicatie zit en ook tekstschrijver ben, zei hij, wil jij dan niet het akkoord ook schrijven? En zo ben ik eigenlijk ook in het uitvoeringstraject terechtgekomen. We hebben een online platform ontwikkeld. Dat heet leusdenbeweging.nl. Een belangrijk middel voor sportclubs om zichzelf breder te profileren. En wat we ook gedaan hebben is het sportnetwerk Leusden oprichten. We hebben elke 14e van de maand een borrel. We hebben 2 keer per jaar een sportcafé over een bepaald thema. Kort geleden over de toekomst van sport in Leusden. En we verzorgen ook workshops en dergelijke voor de aanbieders. Alles met als doel elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten, samen sparren, samen nadenken over oplossingen. Wat ik altijd teruggekoppeld krijg is dat ik heel gedreven ben, soms wel eens te hard ga. Ik heb ervaring als communicatieadviseur en als projectleider, dus ik weet wat er moet gebeuren om zoiets van de grond te krijgen. Kijk, bij de sportclubs zit alle kennis die nodig is over wat ze willen gaan aanbieden. Maar het is wel nodig dat er iemand is die dat vlot trekt en die zorgt dat de afspraken er komen, dat de goede partijen erbij getrokken worden. Je proberen verbindingen te leggen, je proberen samen te werken. Oh, kijk, dat kan niet. Zorgen dat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Dus dat buurtsportcoaches kunnen coachen, de trainers kunnen trainen, dat de clubs een superleuke omgeving kunnen aanbieden. En dat wij ze helpen om de problematiek waar ze vaak met z'n allen tegenaan lopen, zoals het vinden van vrijwilligers, om er maar één te noemen, dat we ze helpen om dat op te lossen, met name door kennisdeling. Ik gebruik altijd een motto van Loesje, waarom moeilijk doen als het samen kan. Daar geloof ik ook heel erg in, dat je samen gewoon veel sterker bent. Ja, ik zag gewoon wat er in Leusden te winnen was. Sportnetwerkborrels. Wat ik ook heel mooi vind, is dat de gemeente ook heeft gezien wat die afgelopen periode heeft opgeleverd. En dat de gemeente nu ook het initiatief heeft genomen om met ons en de buurtsportcoaches in gesprek te gaan over, ja, als dat akkoord nou eindigt, hoe kunnen we nou borgen wat we nu hebben opgebouwd? Ja, dat is een prachtig effect. En als we daar inderdaad een mooie vorm in kunnen vinden, nou, dan hebben we echt wat voor elkaar gekregen.